Ja, en de teller blijft lekker oplopen op ons virtuele Malieveld. 283.106 deelnemers aan Cultuur in Actie. Om duidelijk te maken hoe belangrijk het is, hoe breed het is en waarom het zo brood nodig is. En ondertussen is Annemarie het Hart aangeschoven. Welkom. Dank je. Jij bent hoofdbeleidszaken voor de Vereniging van Kunstcentra in Nederland. Klopt. Jij staat dus ook voor een heleboel muzici die ZZP'er zijn. Nou, daar wou ik me wel een lans voor breken vandaag, ja. Maar wij verenigen de kunstencentra, muziekscholen en volksuniversiteiten in Nederland. En waarom wil je speciaal voor die muzici, die ZZP'ers zijn, een lans breken? Nou, deze crisis heeft één ding gedaan, dat is alles uitvergroten. En dit deel is ook echt uitvergroten. Het verschil tussen zelfstandigen en werknemers is gruwelijk. Ja. En daar zijn we al jaren druk om. En er gebeurden ook heel veel mooie dingen al. Ja. En ik ben heel bang dat deze crisis weer zal worden afgewenteld op die mensen die geen rechten hebben. En dat zijn toch de ZZP'ers. Ja, ben je ooit ZZP'er geweest? Nee. Nee? Nooit. Nee. En ben je muzikus? Ik ben amateur singer-songwriter geweest en ik hou van muziek en ik hou van cultuur. Maar ik ben eigenlijk gewoon jurist. Dus ik probeer het allemaal mogelijk te maken wat al deze mensen voor moois maken. Wat grappig, bij jou is het ook een beetje in het hoofd gecombineerd met het gevoel en de emoties. Hè? Ja. Waarom ben je als singer-songwriter, zag je dat altijd als een hobby? Of lukte je het niet om daar een leven van te maken? Ik werd zwanger en ik vond het niet meer rock'n'roll om met een buik op het podium te staan. En daarna lukt het helemaal niet meer. Als je gitaar speelt, dan wordt je kind geheid wakker. Dus dat is gewoon even geëindigd. Maar ik speel nog steeds wel ook voor mijn kinderen. Ja, maar ik hoefde geen pro te worden. Nee. Wat tekent die mensen voor jou die toch doorgaan met het maken van muziek, hoewel ze er soms heel moeilijk van kunnen leven en hun toekomst vaak heel onzeker is? Ik vind dat prachtig. Ja? Prachtig. Die mensen zijn gedreven op passie. Dat is het enige wat ze willen, wat ze kunnen. Ze willen zo min mogelijk bezig zijn met regeltjes. En, dus wij moeten daar ook helemaal met z'n allen niet mee bezig zijn. En ook deze crisis, die anderhalve meters en zo, dat past natuurlijk helemaal niet bij ons. Die mensen moeten gewoon kunnen doen waar ze goed in zijn. Ja. En we moeten ze helpen, want ze blijven toch wel maken. En zelfs voor een bosje bloemen komen ze nog opdragen. Ja. Terwijl ik vind, als wij iets vragen van die mensen, dan moet je ze ook niet alleen waarderen met gevoel, maar ook waarderen in financiën. Ja, want wat zou jij graag zien dat er dan nu gebeurde? Nou, dat we met elkaar erkennen bijvoorbeeld dat de mogelijkheid tot ZZP, dat gewoon een manier is geweest om de arbeidsvoorwaarden te misbruiken. Om de crisis af te wentelen op mensen. En dat cultureel ondernemerschap is prachtig. En natuurlijk de vrijheid die dat met zich meebrengt. Ja. Maar dat betekent dus dat je al je risico's zelf draagt. En dus bij zo'n crisis als deze gelijk eigenlijk naar de bijstand mag. Ja. Dat vind ik volstrekt oneerlijk. Terwijl alle werknemers gewoon doorbetaald worden. Ja. Pas gewoon niet bij Nederland. Heel goed. Jij zegt net ook van ze komen voor een bosje bloemen. Dat is wel grappig. Ik zie dat ook vaak op mijn tijdlijn voorbij komen. Met allemaal mensen op social media. Die worden dan toch weer gevraagd om voor een boekenbon en een fles wijn. Eén biertje. Te komen voordragen. Ja. Of te komen presenteren. Of te komen zingen. Of op welke manier dan ook. En dat het al een sector was waarin het soms heel moeilijk was om aan te geven. We komen iets heel moois brengen. Iets heel waardevols. Daar moet gewoon een soort financiële zekerheid tegenover staan. Hè? Ja. Om dat te kunnen maken en om je überhaupt te kunnen bekwamen in het vak. Hè? Precies. Hebben jullie daar ook, geef jullie dan ook tips aan de mensen die bij jullie aangesloten zijn van hoe ze dat kunnen doen? We proberen ze zich te laten organiseren. Want als je alleen staat, dan is het moeilijker om te onderhandelen dan als je vanuit een groep staat. We zijn bezig met een nieuw opgericht platform. Platform Arbeidsmarkt, Culturele en Creatieve Toekomst. En die wil een set aan afspraken maken voor zelfstandigen die door branches dan ondertekend kan worden. Waarbij je zegt, wij betalen een technicus nooit minder dan dit, bijvoorbeeld. Of we dragen 3% bij aan een pensioenvoorziening. Of, precies. Dus waar ook al die ZZP'ers mee worstelen met al die broodfondsen en allerlei mogelijke manieren waarop ze zich nog zouden kunnen verzekeren tegen dit soort ellende. Dat moeten we mogelijk maken voor ze, dat het betaalbaar te doen is. Ja. Hoe gaan de komende maanden er voor jou uitzien? De afgelopen maanden waren zeer hectisch. We hebben natuurlijk 24/7 gewerkt om alle kunstencentra, docenten te ondersteunen in wat ze nu moeten doen in deze tijden. We hebben een protocol opgericht waaronder de cultuurcentra weer open kunnen.
Maar de echte klap voor cultuureducatie komt denk ik pas volgend jaar als de nieuwe inschrijvingen weer gaan beginnen. Dus durven mensen nog een jaar lang dansles te kopen in september als ze zich afvragen of die dansles wel echt er zullen zijn. Maar er zijn natuurlijk branches die nu veel hardere klappen hebben, zoals de theaters en de poppodia en zo. Ja, die zijn gewoon leeg. Voor 30 man een concert geven, dat is weinig zinvol. Zoals jullie het nu zien, er komen elke keer weer, zie je eigenlijk opnieuw een ander soort slachtoffer van deze crisis. Ja, en dat zie je doorcijpelen naar gemeentes. Hè. Er is natuurlijk een regeling gemaakt voor de BIS-instellingen, de grote, zoals het Rijksmuseum en zo. Ja. Maar wat gebeurt er met de lokale organisaties? De gemeentes hebben al tekorten door de jeugdzorg en door de coronacrisis. En zometeen heeft dat cultuurcentrum heeft ook geld nodig. Ja. En waar komt dat dan vandaan? Dat hebben ze helemaal niet. Dus het moet heel duidelijk worden gemaakt aan de overheid. Wie zijn wij allemaal die bijdragen tot kunst en cultuur in Nederland? Ja. En hoe kunnen we het beste ervoor zorgen dat wij allemaal worden geholpen? Ja, hou het alsjeblieft in stand. Want als het straks weg is, voordat je het weer hebt opgebouwd, is het zeker jaren later. Dus ik denk dat we ook een cultuurwet eindelijk eens verdienen. We zijn een van de weinigen waarvan de diensten van het belang niet in een wet is vastgelegd. Dus je bent altijd het sluitpost van de begroting. Altijd wij of sport. Laten we gewoon met elkaar erkennen dat we dit waardevol vinden. En we weten ook allemaal dat het waardevol is. En gewoon in een wet vastleggen. Ongelooflijk belangrijk en ook heel goed, denk ik. Laten we inderdaad met z'n allen vaststellen dat dit onmisbaar is. Dat kunst en cultuur altijd zal moeten blijven. En dan moeten we er ook voor zorgen dat ze worden gered in tijden als deze. Ja. We gaan ook jouw stemmen daarbij optellen. Of in ieder geval het aantal mensen waarvoor jij hier vandaag staat. Voor mensen spreek jij? Nou, in de cultuureducatie zijn zo'n 4000 werknemers en zo'n 100.000 zelfstandigen. Ja. Maar het LKCA is hier ook al geweest gisteren. En die heeft al een deel daarvan genomen, de Kunstenbond. En doordat culturele ondernemers altijd dubbelingen hebben, weet ik niet hoeveel ik exact dan jij mag gewoon mag voor jezelf tekenen. De een die jij bent, dat lijkt me al heel belangrijk. En al die andere dingen die komen natuurlijk sowieso hier bij ons aan tafel. En die zetten we op dat bord, zodat we een duidelijke stem kunnen maken uiteindelijk. Dank je wel, Anne-Marie. Helemaal goed. Jij ook bedankt. En succes met alles. En zet jouw naam op het grote bord. Dank.